Hey Melders, welkom bij een nieuwe update. Ik heb net een update opgenomen. En ik heb per ongeluk op een stopknopje. En ik heb geen zin om alles achter elkaar te pakken. Dus dan moet je maar weer overnieuw mind. Maar ja, wat is waarover we gaan hebben is... wat is CM Mulder? CM Mulder is een nieuwe naam voor mijn kanaal. Ik wil Michel Mulder niet te veel met mij vaak hebben. Nu echt maar hopen dat mijn vader er niet achter komt. Dat ik de naam heb veranderd. Want dat wil je echt niet. Ja. En je zult denken, god, waar de fuck ben jij? Oh, wacht, deze stoel vergeten op zetten. Oeh, jongen, ik ben zwaar kloot. Het bed achter mij, daar heb ik vandaag in geslapen. Ik ben om 5 uur wakker. En, jongen, ik viel bijna flauw. Jongen, ik zakte gewoon echt bijna in elkaar. Zo zwaar kloot viel ik. Nee, jongen. Nu voel ik me al wel een beetje beter, maar hou ik nog niet 100%. Maar ik ben in Amersfoort, mijn moeder en zijn man en zijn zoon, die niet op de camera wil. En dat is ook de reden waarom ik gisteren niet gevlogd heb, want als hij erachter komt, hetzelfde met mijn tante. Als hij, die twee, die boom en mijn tante, Jane, die erachter komt dat mijn kant op internet staan, ben ik fucked. Maar toch, eerst zijn ze beneden, dus ik dacht van laten we maar even een update doen, want volgens mijn moeder is vandaag een drukke dag. Ik ga vandaag met haar naar de stad. En nu we in Amersfoort zijn, is er ook eens een vlog. Hé, hey, kan ik mijn cameraatje weer even anders gaan? Ik vind het heel fucking mini toch. Goed zo. In het weekend moet je even rustig aan doen. Je moet je niet gaan haasten en doen als een mogol door de straat dingen. Dat is gewoon bullshit. Je moet gewoon rustig. Ja jongen, we gaan al een kwartiertje weg. Maar ja, deze vlog duurt toch maar. Vlog, wat wij bedoelen, die duurt toch maar 10 minuten. Minimaal 10 minuten. We gaan dan naar de stad en naar het tentje. En naar de Burger King, McDonald's, I don't fucking know, KFC. Dan gaan we vandaag naartoe. Het is een drukke dag. Fuck, Matt. Ja, we gaan nog wat verder. Oh ja. Waarom upload ik niet op de dagen waarop ik gezegd had dat ik ging uploaden? Komt omdat ik er niet altijd zin in heb. Hé, dat is een andere gun. Daar. Of niet? Fuck. Dat is een andere gun. Ik kan het niet dan. Ja, en dat komt omdat ik er niet altijd zin aan heb. Akinator, die wil ik uploaden. Maar toen was ik bezig. Akinator, die was weer fucking traag. En ik kreeg opeens koppijn. Toen dacht ik, fuck die opname hoor. Ik probeer gewoon... Jongen, dinsdag vergeet ik het altijd. Want ik ga dinsdag ook wel met iemand spelen. En dan, ja, dan vergeet ik het soms wel. En donderdag vergeet ik ook wel eens. Misschien dezelfde reden, maar... Jezus jongen, ik zat gewoon in elkaar. Oh my fucking god. Maar ja, ik probeerde dus op bepaalde dagen te uploaden. Ja, ik voel me echt zwaar kloten. Helemaal naar de klote. Helemaal naar de klote. En ik heb heel weinig te zeggen. Ja, dat een nieuw kanaal heeft een nieuw naam. En ik probeer gewoon op de dag te uploaden wanneer dat moet. Maar even over GTA Vice City. Het spel. Ik denk niet meer dat we dat gaan uploaden. En dan moet ik echt tijd hebben voor. Ja, dat heb ik bijna nooit. Ja, het enige wanneer ik de tijd voor heb is maandag en woensdag. Maar dan moet de Xbox player wat uploaden voor zijn YouTubers. Jongens, ik ben het. Fuck. Ik ben het, jongen. Dit kanaal, dat heb ik al fucking lang. Maar Xbox player. Het is ook echt een heel leuk kanaal. En niemand kijkt ernaar echt. Ik heb maar 4 abonnees en hier heb ik al 46. Ah, dat vind ik echt bullshit hoor, jongen. Ik zal nog wel een keer een linkje in de beschrijving zetten. Please, ga er ook even heen. Het is echt een tof kanaal voor mij. Ik meen het. Ik heb ook Xbox Live nu. Oeh, stoer hoor, dat. Ik heb voor GTA Heist en shit. Maar ja, ik kan nog niet online.
Tom en Go nog even allemaal regelen. Dus yeah, whatever man. Mm-hmm. Oh, wat is hier? Ik heb zo'n koppijn, hè. Ik heb het gevoel dat ik straks over mijn nek ga. Maar ja, whatever. En er is echt een hele relaxed flow om met te praten. Zo relaxed. Want anders zit ik altijd van, no, why, yo, come on. Maar ik voel me dus echt zwaar de klote. Misschien weet ik wat dat komt. Ik ben echt energy drink verslaafd. Zoals dat mensen bierverslaafd zijn. Oh jongen, oh dat is zo, jongen, sommige verslavingen van mensen. Dat denk ik echt van, hier. Iemand is verslaafd. Plassen, drinken van iemand anders. Godverdamme, dat is die verslaafd aan. Maar ik heb gewoon verslaafd. Ik ben pepermunt verslaafd. Ik neem. Jongen, ik neem op een dag wel een stuk of 20 pepermuntjes. Zo verslaafd ben ik eraan. Ik ben energy drink verslaafd. Ik ben computer verslaafd, ik ben game verslaafd, ik ben alles, jongen. Ik ben verslaafd. Nou, laat me dat maar niet zeggen. Iedereen gaat nu weer naar beneden. Wow, jongens, ik wil allemaal dingen op de achtergrond. Pew, ja. Heb je nou eigenlijk nog een leuk idee? Wat ik kan doen. Meen dat. Ik heb eigenlijk niks meer te vertellen. Ja, maar trouwens moet ik toch wel een update uploaden. Elke zaterdag. En er staat geen tijdstip vast. Ik wil echt allemaal dingen op de achtergrond hier bij mij. Hop, dieve, gauw. Dat ben een stuk in je broek. Ga je weer eens? Dat heb jij nog wel. Wat wel. Met de rug. Ja. Komen er nog leuke dingen aan? Wat dan zeggen? Weet je wat ik wil? Oh, dat vermaakt me. Komen er nog leuke dingen? Dit weekend is het dus vlog. 27 maart komt maybe Sammy weer back in the vlogs. Woehoe! Yeah, baby. En weet je wat ik ook even wil vragen? Vonden jullie het leuk dat Dianne echt in 3 updates achter elkaar is geweest? Vonden jullie het leuk? Laat me even weten in de reacties. Want zo staat zij ook een beetje in de spotlight. Want zij. Ja, ze heeft fucking veel abonnees, maar ik ga er echt bruin in. En dan gaan we haar uitleggen met Gilpje. Zijn die Danne? Danne? Het is Dianne, niet Danne. Kom, weer even Danne. Nou, whatever. Oh jongen, ik hoor allemaal dingen op de achtergrond. Maar ja, Sammy, ja jongens, echt, Sammy is een baas, ik meen het. Dit is de leukste hond die ik ooit in mijn leven. Hier hebben wij 2 katten, die zijn echt boring. Jongen, de ene is zo'n kat, die is zo vet als wat. Die is echt een vetzak. Die jongen, als je echt 1 keer doet, bam, ligt hij met zijn smoel op de grond. En die andere, dat is ook nog zo'n jongen, die is echt agressief. Echt, soms geeft hij kopjes. En ook 1 keer, terwijl ik hem aai. En dan doet hij echt, oh, dat doet echt fucking pijn. Terwijl ik die kat slaan. Nee, dat doe ik ook niet, want ik ben geen dierenbeul. Ben ik eigenlijk een dierenbeul? Een beetje, denk ik. Ik ga heel ruim met honden om. Meen ik. Hoe zeg ik echt ruim met honden om? Ik wou mijn schoenen een keer uitdoen. Oh, dat is echt zo zwaar kloot. En ik zet mezelf nog vast. Ik wou een keer mijn schoenen uitdoen. En toen trapte ik per ongeluk in het gezicht. Oh, dat was zo zielig. Maar toch, he don't give a fuck. He don't give a fuck, ik ben het. En... Oh ja, maar dat gebeurt iedereen. Daar staat iemand op zijn voeten en doet hij. Wow! Honden zijn gewoon baas. Katten zijn boring. Ik meen het. Katten zijn heel soms wel leuk. Maar ja, ik denk dat we hiermee eventjes de update gaan afsluiten. Want ik wil even GTA 5 doen. Ja, jongen, die Timo die heeft GTA 5, maar die is een beetje game verslaafd. Dus misschien moet ik wel echt in zijn oor gaan. Mag je nu gamen?
de swap. Ik hoop dat jullie dit een leuke update vonden in een andere room. Dus eigenlijk mijn sleep room, als ik die ben, maar ik ben hier niet vaak. Maar ja, dat is privézaken. Geef een groen duimpje op deze update. Een steun Michel Mulder, want het gaat echt niet goed met Michel Mulder. Veel te veel mensen zitten in mijn hoofd. Fuck dit, fuck dat. En hij doet het. Maar geef een groen duimpje op deze video. Abonneer even. En dan zeg ik dikke vette peace. Abonneer. Ja, grapje. Peace.